Ja, nou deze komt in elk geval weer in het wisselvallige rijtje, of niet? Ja, die komt weer in een heel apart rijtje. Want ik vind het geen eerlijke strijd geweest. En daar word je ook helaas mee geconfronteerd. Dingen dat je totaal niet in de hand hebt. Spelers die je stuk voor stuk een compliment moet maken voor de geleverde strijd. Maar het was een oneerlijke strijd vandaag. En daar ben ik goed ziek van. Ja, en dan doe je natuurlijk op het feit dat jullie na 30 minuten verder moeten met 10 man. Ja, en ik vind op het moment dat je, als dat terecht is, is het terecht. Maar goed, dit is gewoon totaal niet terecht. En ik heb de beelden teruggezien en vond een overtreding van de ander. En wij krijgen gewoon de rode kaart gepresenteerd. Ja. Daarna krijgen we een moment dat, dat een poging op de goal tegen de arm komt van de tegenstander. Dat krijgen we ook niet mee. Dan ben je ziek van die beslissingen en dan hoop je er 1-1 uit te slepen. Met z'n tienen, want dat zou een resultaat op zich zijn. We hebben echt alles eraan gedaan en we hebben alles gegeven. We hebben aanvallend gewisseld nog op het laatst, alle risico's genomen. Maar dan krijgen die jongens niet wat ze verdienen. En dat voelt niet prettig. Nee, inderdaad. Van Eeuwijk die dan een rode kaart krijgt. Nou, dat is zijn derde in 9 wedstrijden. Ja, wat is dat dan? Ja, zeg het maar. Weet je, in mijn ogen heeft hij hem gekregen op naam. En ik hoop dat het scheidsrechterkorps... Ik vond Martin fantastisch bezig de laatste weken. We zijn echt... Hij is bijna 30 en iedereen leert. En Martin leert ook. En Martin leert snel de laatste weken. En hij was volledig in zijn concentratie. En super positief. En ik heb Martin ook wel eens anders gezien. Ja, en dan is het heel vervelend dat hij op basis van zijn naam, want anders kan ik het niet uitleggen, dat hij deze kaart gepresenteerd krijgt. Eén positief punt. Volgende week win je dan, hè? Als je naar de statistieken kijkt. Dat vind ik een goeie. Laten we het zo maar afsluiten. Dankjewel. Succes. Thanks.